Het is een klacht die al lang bij openbare werken is ingediend. Is er al 50 jaar gespeeld in hier. Dat die mensen, ik kan ook bewezen wezen. Waar ik brieven heb geschreven aan het ministerie van Openbare Werken. Je kunt het zien, hè? Kijk het hier. Waar we aangeven dat we aangeven dat het dat een tijdje al dit gaande is. Toen ik als RF-voorzitter aantrad in het jaar 2020, heb ik de gedeelte direct aangepakt door brieven te schrijven met Steven Oppenwerken, om op goed weer te laten graven. Wat is al bestaande goed al hier? Als je verder gaat kijken, ga je buizen zien van mensen hun afvoer die naar buiten komen. En dat geeft een teken al dat er een bestaande goed al hier was. En verder kunnen aangeven, er zijn ook kleine duikers. Die duikers vallen niet aan de ijs nu. Die duikers moeten vervangen worden. En vandaar hebben en de dag toen er hier gewerkt moest worden, twee dagen ervoor, ben ik persoonlijk geweest naar stuk voor stuk alle mensen van hier aan de rechterzijde. Ik ben zelf ook geweest naar de Soesbali. Drie keer geweest. Ik ben ook naar de voorzijde geweest aan de Washingtonstraat. Drie keer geweest bij hem. Maar hij zit thuis. Ik ben zelf ook aan iemand meegenomen met mij als bewijs. Want ik ga niet alleen lopen. Ik moet ook een bewijs hebben als dat ik ben geweest. Maar ook moeten mensen ook zeggen, ik ben niet geweest. En zelfs die mensen hebben ook getekend hier. Kijk hoeveel mensen hebben getekend. Dat die mensen hebben baat erbij. Wie mag zeggen dat ik mijn eigen zak, mijn geld stop om hier te gaan? Ik ben geen Jan Klaassen. En dat is onder toezicht van OWI gedaan, dat werk. En de mensen die 1 februari is komen werken. Die mensen mogen werken met ministers. En ministers iemand die hard werkt. En hij dacht, aan tijd, feestdagen, er wordt gewerkt. Dat is de karakter van minister Riyad Mohamed. Ik zet het hier op prijs dat het probleem wordt opgelost, moet die mensen dankbaar zijn. Ik heb geen baan ervan, ik woon niet hier. Maar waardoor ik er ben, voel ik mezelf geroepen om het probleem te komen oplossen. En daarmee ben ik bezig. Het is geen onrechtmatige daad, het is een rechtmatige daad wat we hier doen. Wat moet de Soesbali zeggen over ingenieurs en zo toch? Oh, we hebben ook genoeg ingenieurs. Die mensen hebben toch uitgerekend wat. Anders zou toch geen geprojecteerde goed hier zijn. Het is toch een goed, je ziet het zelf. Er waren al oude duikers hier, die hebben weggehaald. En trouwens, je kan een paar foto's zien zelf, waar die oude duikers nog voorkomen. Toch? En je kan ook zelfs afvoerbuizen van die mensen zien die naar buiten gaan. Met andere woorden, er was een bestaande goed. En die mevrouw die daar, die is mevrouw Rita, ze gaat ze ook zelf vertellen, want ze heeft ook een van de bewoners die een klacht heeft, ik er niet meer mee, dat zij onder water gaat. En de mensen van hiernaast, al deze mensen die hier wonen, als ze gaan baden, komt dat water van die goed terug in hun badkamer, in de toiletten. En dat een van die dingen is dat al lang aangepakt moet worden, sinds 30, 40 jaar geleden. Maar dat is nooit aangepakt. En dat is nu wat aangepakt. En OWI gaat zo'n stad nooit asfalteren als de ontwater niet goed gemaakt is. Dat is logica. En nooit heb ik gehoord dat mensen hun afvoer naar achter gaan. Mensen hun afvoer moeten naar voren gaan, niet naar achter naar het bos. Als daar wat staat gekaveld wordt achterop. Achterop wordt gekaveld wordt staat. Dan hoe dan? Die mensen moeten hun buis naar voren brengen. En dan gaan die mensen wakker worden. Hey, maar de business heeft gelijk dat die afvoer naar voren moet gaan. Maar dat zijn die dingen. En mensen moeten maar begrijpen. En het werk moet gedaan worden. En dat is in hun belang. Ik doe het voor mezelf. Ik ben ook vanaf het begin, vanaf 1 februari op dit project. We hebben daarvoor... kijk, we zijn een jaar en plus zitten we al. En we zijn geconfronteerd met de problemen door de buurtbewoners. We zijn komen kijken, we zijn komen oriënteren. We zijn zelf in de regentijd zijn we langsgelopen om te kijken wat de situatie is. We hebben dan de minister op de hoogte gesteld, de betrokken afdelingshoofden, brieven gestuurd, foto's gestuurd, alles gedaan. En ja, ons verzoek is goedgekeurd. We zijn nu gekomen. 2 middagen hebben we de tijd genomen om de mensen in kennis te stellen. Inderdaad zijn we in gebreken gebleven om familie Soesbali niet in kennis te stellen. Maar dat heeft ook zijn reden. Want nooit voor de verkiezing daarna, tot recent nog, hebben we zo'n... Ik kan erover praten, want ik ben gegaan, ik heb geroepen, getuterd, gegild soms ook nog. Nooit kwam er iemand. Je zegt wel voertuigen, maar nooit iemand. En plotseling komt een middag komt iemand me flink uitschelden daar. En dan kom je mij als RL-lid als een leugenaar zetten. Ik bedoel van, ik ga niet met een brief naar je toe komen of een brief in je brievenbus voor je zetten of buren naar je telefoonnummer vragen. Dat ga ik niet doen. Ik wil het persoonlijk aan je uitleggen wat gaande is. Toch? En de uitspraken die zijn gedaan van 1 februari. Wie werkt nou 1 februari? Ik weet, het is Chinese nieuwjaar. Ik kan ook thuis blijven. Maar wij kijken niet naar vrije dagen of zondagen en zo. Het project is goedgekeurd. Het komt in onze handen. We gaan het doen voor de gemeenschap. We zijn gekozen door de gemeenschap. We geven terug. Dus ik ben even niet tevreden met de uitspraken die gedaan zijn. En daar ben ik even tegen. Want ik bedoel, van nogmaals zeg ik het. 2 en 3 mensen kunnen inbaren voor de hele straat. En wat zou u willen zeggen aan de buurtbewoners? Want het werk duurt voort. En er moet een oplossing komen zodat de straat betegeld kan worden of geasfalteerd kan worden. Welke boodschap zou u dan aan de buurtbewoners geven die nog een beetje agressief zijn en niet eens zijn met de situatie?
aan die buurtbewoners wil ik zeggen van heb even geduld. Alles zit in de planning. We zijn nu ook bezig met ons resortplan. En alle problemen, issues die er zijn, noden en grieven van de mensen, nemen we altijd mee. En dat zeg ik even een beetje geduld, want we kunnen niet alles tegelijk doen. Kijk, dit is een probleem, zoals de voorzitter eerder even zei, is een probleem die volgens mij 25 en 30 jaar af zich afspeelt. Er is een bestaande sloot geweest en het bewijs is er. Oké, we hebben de buizen verplaatst, maar het bewijs is er. We hebben nog fotomateriaal, alles staat er waar je kunt zien dat er een bestaande sloot is. Dus wat de mensen hebben gezegd via jullie nieuwsitem dat er is gedempt, is helemaal niet waar. Dus ik vind van, als Bigisma moet je geen leugens vertellen. Ik kan wel met je meegaan als je zou zeggen van het is werkelijk zo en jullie hebben dit gedaan. Dat is het niet. Dus dat is het even geduld, alles komt met zijn tijd. Ik vond het al vreemd toen ik een dagje achter het buis zat en ik zag dat wij negatief werden aangehaald op STVS Nieuws. Toen heb ik gelijk alarm geslagen bij mijn RR-collega's van we moeten dit niet zo laten. Omdat dit niet op waarheid berust. En vooral niet als ik vanaf dag 1 voor dit project begon. Hier in gesprek was met bewoners in bijzijn van een leidinggevende van openbare werken. Dat de mensen zelfs hun vragen mochten stellen. Toch? En dan wordt het zo negatief getrokken. Ik bedoel, nee, dat kan niet. Toch? Het is een bestaande goed. We willen, de mensen hebben toegestemd. De mensen hebben getekend van hier heb je onze toestemming. We zijn er eens mee. We hebben de mensen ruimte gegeven om duikers te kopen. We zijn niet gewoon opgestaan een dag en zeggen we gaan hier graven en we gaan de mensen pesten. We doen dat niet. Want die machine gaat, die draait op olie. Allemaal kosten. En we hebben het al moeilijk in dit land. En we gaan niet zo met financiën gooien, toch? Hoe lang bent u al met dit project bezig en hoe was het onderzoek? Het onderzoek heeft veel tijd gevergd, want we moesten op een gegeven moment contact maken met GLIS om te kijken hoe de tekeningen lopen van een bestaande goot en tot waar het loopt. Dus daarna rapportage opgemaakt, gestuurd naar de minister, gestuurd naar de afdelingen die het onderzoek verder heeft gedaan. Totdat het onderzoek heeft plaatsgevonden en wij groen licht hebben gehad en de machine naar hier is gedirigeerd om het werk uit te voeren. Waarom denkt u dat de buurtbewoners, enkele van de buurtbewoners, niet tevreden zijn? Heeft u een beeld waarom ze zo ontevreden zijn en zo agressief reageren? Mooie vraag. En hierop wacht ik eigenlijk. Omdat ik vind dat dit wat er naar voren is gebracht, onterecht is. En als ik zeg onterecht, is letterlijk onterecht. Want dezezelfde meneer Soeroes Bali, of zijn vrouw, die zo tekeer gaat. En ze geeft je niet eens de ruimte om te praten. Toch? We leggen eruit dat we zijn geweest, u heeft oproepingen gehad, u heeft aanmaningen gehad, los van de graafwerkzaamheden. U heeft nooit erop ja, maar daarover wil ik niet praten. Ik praat nou omdat jullie hier opgraven. En als je ons de ruimte niet geeft om te zeggen dat we zijn geweest, u heeft oproepingen gehad, maar u heeft nooit erop gereageerd. Toch? Ik wil één ding duidelijk maken aan mevrouw Soeroes Bali en meneer Soeroes Bali. Dat als hij denkt dat hij ons de wind van achter geeft, gaan wij van voren komen. Want het is niet wat ze hebben verklaard. Toch? Want ze hebben zoveel aanmaningen gehad van die hele grote kolossale boom daar. Toch? Dat de buurt ook problemen daarmee heeft. Maar we hebben daar niet op gereageerd. Maar als ze zo door willen gaan, dan kunnen we ook verder gaan. Die hoge kolossale schutting die ze hebben gebouwd, buiten de wet, mag ook niet. Maar dan wil je wel de les komen voorlezen dat de buurtbewoners iets onterecht bezig is. Wij handelen namens openbare werken. RR-leden houden toezicht dat het werk wordt gedaan volgens wet en recht. Aan die mensen wil ik zeggen, zij hun afwatering loopt aan de achterkant. Dus zij hebben geen last. Maar wij die last hebben, dat ze een beetje begrip kunnen tonen dat wij ook van die ontwatering willen hebben, dat zij aan de achterkant hebben. Want dat hebben wij ook als buurtbewoners gerealiseerd. Met de buurtbewoners vandaar, toen, dat zij daar graven worden. Hier zou ook komen, maar ik weet niet wat is gebeurd, het is niet doorgegaan, het project. U bent al langer, u bent jaren al hier zo. En wat kunt u vertellen over deze weg, over de situatie van deze weg toen? Het was echt slecht. Het was heel slecht. Dus toen er afwatering was, niet. Toen leefde mijn vader nog. Maar vanaf mijn vader is overleden, heeft niemand het meer onder, want hij was eigenlijk de trekker. Heeft niemand het meer onderhouden, men heeft het gewoon gedumpt. En dan zijn die kokend bij ons,
natuurlijk verstopt met zand. En dat water ging niet weg. Bent u het ook eens mee dat u zelf duikers moet aanschaffen en dan wordt het gratis voor u geplaatst? Ik ben heel erg blij, want als ik het zelf zou moeten zetten, zou ik dan een loder moeten nemen en dan nog iemand vragen. Dan zou het me dubbel kosten. Maar ik ben het eens dat ik duikers wil plaatsen. Het is niet gedwongen. Het komt uit mezelf. De straat.